Hallo allemaal, welkom bij een gloednieuwe episode van De Stem van Songfestival.be 2022. Ook vandaag bespreken we weer een van de inzendingen voor het komende Songfestival. En vandaag zijn wij Thibaut, Matthias en mezelf Jonathan. Hallo. De inzending van vandaag is die van Kroatië, Guilty Pleasure van Mia Dimšić. En ik ga meteen over naar Matthias om hem te vragen, in hoeverre is dit voor u ook een Guilty Pleasure? Ik moest die maken, sorry, ik kon niet laten. Oh, ik heb een andere guilty pleasure dit jaar. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. Het gaat over Kroatië. En Kroatië vind ik ook niet onaangenaam om naar te luisteren. Ik zou het wel kunnen opleggen in de auto, denk ik. En zo, ja, voor een autorit is het een leuk liedje. Maar op het Songfestival ben je denk ik snel vergeten. Het kabbelt maar voort. Er gebeurt niet veel. Dus ik hoop dat de act nog een en ander van niveau omhoog trekt, maar zet daar een uptempo nummer naast en ik denk dat je Kroatië snel vergeten bent. Dus het is niet slecht naar mijn mening, maar het doet ook niet heel veel. Oké. Thibaut? Ja, Kroatië, ja. Het is de zoveelste inzending in de reis. Ja, ik kan het niet beter samenvatten. Het is zeker niet slecht. Het is, ik vind dat je het echt niet slecht kunt noemen, de inzending van Kroatië. Maar ja, het is al zo vaak hetzelfde geweest. Hetzelfde ritme, hetzelfde, de typische sound van zo'n liedje en... Ja, ik vind dat er niet echt iets uniek aan is, aan het liedje. En ze kan wel goed zingen live. Dat vond ik wel zeer goed in de Kroatische, of in de finale van Kroatië. Maar voor de rest weet ik eigenlijk niet wat ik er nog meer moet over vertellen. Oké. Vrij beknopte opinies tot dusver. Ik sluit mij wel aan bij wat Matthias zegt over, dit is een ideaal lied voor tijdens een autorit. Om dan op de achtergrond te hebben spelen, is dit echt een heel mooi en gepast lied. Helaas kijken weinig mensen naar het Songfestival terwijl ze ook in de auto zitten. Ik raad ook daar niemand aan, dat is nogal onveilig. Dus dat deukt al meteen in de slaagkansen van dit lied. Het is ook een lied dat ik veel liever beluister dan dat ik er naar moet kijken. Als in beluisteren, oké, het is nog wel aanstekelijk, het heeft nog wel iets. Maar om naar te kijken is het ofwel... vrees ik vreselijk saai. Ofwel, zoals we eigenlijk, vond ik in de Kroatische finale zagen, veel te druk. En nodeloos druk. Wat daar gebeurde met dan die zanger die koude druk te verkopen op dat podium en echt niks toevoegde aan het geheel. Ons Mia die daar op dat platform zat op haar gitaar te spelen, die gitaar weglegt om daar af te stappen, terwijl je die gitaar ook hoort. Ik haat het altijd als artiesten dat doen. We horen dat wel, hè. We zijn niet achterlijk, hè. We weten dat je dat niet echt speelt, hè. Maar bon, kijk. Dus het optreden mag wat mij betreft compleet worden herdacht en van nul af opnieuw worden opgebouwd. En ik denk als je hier nog iets subtielers van visuele gimmick insteekt en het qua camerawerk nog wat mooi kunt verkopen, dan kan dit nog wel een paar punten krijgen, maar een hoogvlieger vrees ik toch dat het nooit zal worden, helaas. Hoezeer ik het de Kroaten ook van harte gun, het zal misschien iets voor 2023 worden. Ik denk dat we niet al te positief zijn over Kroatië, dus ik ben benieuwd naar onze scores. Matthias? Oh, ik ga toch relatief mild zijn en ik geef het een 6. Oké, Thibaut? Ik geef het een 5. Het is niet slecht, maar ik kan echt niet hoger dan een 5 geven. Oké. Ah, wel, ik ga Matthias opnieuw volgen en ik ga het ook nog met een 6 geven. Omdat ik kan er nog naar luisteren zonder dat ik kwaad word. En dat is ook niet het geval bij elke inzending dit jaar. Dus goed gedaan op dat vlak Kroatië. Dus voilà, onze scores zijn nogal gelijklopend. De gemiddelde score van onze redactie die hier nu in beeld verschijnen. Maar uiteraard, zoals steeds, het is slechts 1/3 van het totaal. De andere 2/3 komt van jou. Want jij, ik ga stoppen met wijzen vanaf nu, kan vanaf nu stemmen tot en met morgenochtend 9 uur door in ons artikel jouw score op 10 door te geven. En zo bekomen we een totaalscore in de rangschikking voor Kroatië. Dit was het alweer voor vandaag. Heel erg bedankt voor het kijken en tot morgen. Dag! Tot morgen.